De Nederlandse kampeerautoclub NKC is met een club van 20 campers dit weekend in Dordrecht om de kerstmarkt te bezoeken. Wij komen voor een weekend georganiseerd voor de NKC, voor de mensen om het Dordrecht te laten zien. En ze kunnen daarvoor inschrijven, wij organiseren het weekend voor hun. Ja, en aanstaand weekend, wat staat er op de planning? De planning staat, vanavond hebben ze ettensoep met gloewijn. Morgen kunnen ze Dordrecht, we gaan misschien vanavond ook nog Dordrecht in. Morgen kunnen ze Dordrecht in. Morgenavond hebben wij een barbecue hier zo. En zondag sluit het weekend af. Ja, we organiseren weekenden voor zoals dit. En dat kan een weekend van 3 dagen zijn, een weekend van 4 dagen zijn. En van 5 dagen. En dat is gewoon te kijken om de mensen iets te laten zien van Nederland. Zoals nu naar de kerstmarkt gaan. En dan kunnen mensen van het hele land kunnen zich inschrijven op zo'n weekend. De kampeerders staan op het parkeerterrein bij Jachthaven Westergoot aan de Baanhoekweg. Want daar hebben ze elektriciteit. De camperbezitters komen uit heel Nederland. Wij komen overal. Wij als team van regio Zuid-Holland organiseren weekenden in Zuid-Holland. En zo elke regio organiseert weekenden in zijn eigen regio. Ja, waarom is er dan voor gekozen om naar Dordrecht te komen? Omdat wij het een leuk weekend vonden. Dus wij dachten dat het een leuk weekend wordt georganiseerd. We hebben het vorig jaar ook gedaan. Het is goed bevallen. En dit jaar doen we het weer. De camperclub staat nog in Dordrecht tot en met zondagavond.